We zijn vandaag in Leiden, hier in de Witte Rozenstraat. Zomaar een straat uit het begin van de vorige eeuw. Met typische huizen uit die tijd. Een straat waar u misschien nog nooit geweest bent. Met huizen die u nog nooit eerder gezien hebt. En één van die huizen speelt in het verhaal van vandaag de hoofdrol. Dat is dit huis, het Erenvesthuis. Ik neem u vandaag mee naar de jaren 10, 20 en 30 van de vorige eeuw. En ga u vertellen over de rol van dit huis in de geschiedenis van Katwijk als badplaats. In 1912 komt Paul Erenvest naar Nederland. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Hij zou Hendrik Lorentz opvolgen, de bekende Nobelprijswinnaar. En Paul Erenvest was nogal bescheiden. En Lorentz werd op dat moment gezien als de Nestor van de moderne natuurwetenschap. Dus hij twijfelde of hij Lorentz wel kon opvolgen. Uiteindelijk in 1912 is het zover. Hij komt toch naar Nederland toe, hier naar Leiden. En ze willen hier gaan wonen. Hij samen met zijn vrouw, Tatjana Afanasieva. En Tatjana die tekent een huis. Dat huis. En het wordt gebouwd in 1913 en 1914. 1914 is het klaar. En ze gaan er wonen. Vrijwel gelijk na de aankomst van Erenvest hier in Leiden, komt er een talent van hem komt bovendrijven. Een talent wat Lorentz misschien al lang gezien heeft. Hij kan heel goed lesgeven. En een deel van die lessen die geeft hij hier in dit huis op nummer 57. Op woensdagavond. Het woensdagavond-colloquium wordt dat genoemd. Het is een heel duur woord, betekent iets van een lekkere discussie. En aan de ene kant heb je dan de professoren met al de theorieën in de natuurwetenschappen, aan de andere kant de leerlingen. En nu gaat het om die professoren, want wie kwamen er allemaal in dit huis? Nou, Einstein bijvoorbeeld, die sliep hier regelmatig, gaf in ieder geval 1 maand per jaar les hier in Leiden. En dan sliep hij gewoon hier. Maar ook Robert Oppenheimer bijvoorbeeld, die om mee te doen aan die woensdagavondsessies speciaal Nederlands leerde. Oppenheimer, die kent u misschien wel als de vader van de atoombom. Hij sliep hier. Net zoals Einstein, Niels Bohr, nou noem ze allemaal maar op. De crème, de la crème van de wetenschap waren allemaal hier in Leiden. En niet alleen hier in Leiden, ze waren hier in dit huis. Boven het huis zat een muur op de logeerkamer. En daar schreven ze ook allemaal de handtekeningen op dat ze hier geweest waren. De muur hebben ze weggebroken. Staat nu op de natuurkundefaculteit hier achter in Leiden op de universiteit. En nu zult u denken, ja, waarom is dat nou zo belangrijk? Wat heeft dat nou allemaal met Katwijk te maken? Nou, dat ga ik u vertellen. En om dat te vertellen, moet ik u meenemen hier naar de Katwijkse boulevard. Want Paul Erenvest die had naast de wetenschap nog een andere grote hobby. En dat was naar het strand gaan. Dat deed hij graag. Naar Katwijk, naar Noordwijk. Maar het liefst hier in Katwijk. En Paul Erenvest die had een bekende in de wetenschap, Heike Kamerlingh-Onnes. Die kent u misschien nog wel omdat hij als eerste helium vloeibaar gemaakt had. Daar kreeg hij trouwens een Nobelprijs voor. Maar die Heike Kamerlingh-Onnes die had een broer, Menzo Kamerlingh-Onnes, kunstenaar. En die had een huis hier op de boulevard in Katwijk. Dus wat deed Paul Erenvest? Die kwamen allemaal hier naartoe met al die wetenschappers. Einstein, Niels Bohr, Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, noem ze allemaal maar op. Ze kwamen hier naar het strand en sliepen in dat huis van Menzo Kamerlingh-Onnes. En die Menzo Kamerlingh-Onnes die zou u ook nog kunnen kennen van die villa. Want die heeft hij getekend. De Villa Allegonde. Hij ziet er tegenwoordig weer hetzelfde uit als hoe dit er toen uitzag. De jaren 20 van de vorige eeuw. Het zou dus zomaar kunnen dat Niels Bohr hier zijn theorie op de kwantummechanica verder perfectioneerde samen met Albert Einstein. Die twee lagen elkaar niet helemaal als het ging om de kwantummechanica. Het kon ook zijn dat Enrico Fermi hier zijn eerste kernreactor uittekende of bedacht in ieder geval. Hij zou hem 20 jaar later gaan bouwen in Amerika. Midden in een woonwijk overigens, dat kon toen allemaal. Het zou ook zo kunnen zijn dat Robert Oppenheimer hier in alle rust aan het Katwijkse strand de atoombom bedacht. Een atoombom die 20 jaar later afgegooid werd boven Japan. Ja, op deze plek gebeurde het dus allemaal. Hier stonden twee geschakelde villa's. Ja, ze staan er niet meer. Vlak voor de oorlog zijn die afgebroken. En Menzo Kamerlingh-Onnes zijn huis, ja, dat stond ongeveer daar. En daar sliepen ze dus, met z'n allen, al die wetenschappers, waaronder dus Albert Einstein en Paul Erenvest. Paul Erenvest en Einstein die speelden graag muziek met elkaar. Erenvest kon heel goed piano spelen en wat u misschien niet weet is dat Albert Einstein een begenadigd violist was. En een heel klein beetje hoor je het misschien nog wel, die muziek op de achtergrond. Het moet hier toen de tijd gegalmd hebben. De Katwijkers
ja, hoe zullen ze erover gedacht hebben? Je weet het eigenlijk niet. Je hebt er nu een klein beetje fantasie voor nodig. Maar dat gebeurde dus allemaal hier, op deze plek. Een belangrijke plek voor Katwijk. In de geschiedenis voor Katwijk als badplaats ook. Nog even terug naar Paul Ehrenfest. Hij was de reden dat Katwijk, ook al was het maar voor heel even, centraal stond in de wetenschappelijke wereld. Onbewust speelde hij een belangrijke, maar vergeten rol in de geschiedenis van Katwijk als badplaats. Door al die beroemde gasten die hier sliepen mee te nemen naar het Katwijkse strand. En ze daar een stukje rust te geven. Rust die hij zelf niet zou vinden. Naarmate de jaren voortgingen, werden zijn depressies steeds erger. Hij ging steeds meer aan zichzelf twijfelen. En op 25 september 1933 werd het hem allemaal te veel. Hij kon het voor zichzelf niet meer goed praten. En op die dag trekt hij deze deur voor het laatst achter zich dicht. Hij gaat richting Amsterdam, naar het instituut waar zijn zoon, zijn gehandicapte zoon Wasik, 15 jaar oud, behandeld wordt. Hij praat even met zijn zoon na aankomst in het instituut en haalt aan een geweer tevoorschijn. Hij schiet zijn zoon door het hoofd en vervolgens legt hij de hand aan zichzelf. En zo komt er, die 25 september 1933, een einde aan een bloemrijk leven. Een leven wat zich voor een groot deel hier afspeelde, maar dus ook aan het Katwijkse strand.